Vandaag zijn de nieuwe buswaarschuwingslichten bij het Nijmeegse Centraal Station in gebruik genomen. Een belangrijke stap in de verkeersveiligheid van het stationsgebied, volgens wethouder Dame. Het systeem dat sinds deze week functioneert, maakt de drukke voetgangersoversteekplaats veiliger als er 120 bussen hier in de spits per uur passeren. Deze zaterdag vindt er bij Molenhoek een oefening plaats van de veiligheidsregio Limburg-Noord. De brandweer oefent dan met groot watertransport om bluswater uit de Maas te vervoeren naar het jachtslot Mokerheide. In verband met deze oefening wordt het snelfietspad, de Lindenlaan, het bruggetje bij de Heumensebaan en de Heumensebaan richting Groesbeek afgesloten voor al het verkeer. Dit alles gebeurt tussen 9 en 12 in de ochtend.